Jolante. Actief voor de stichting Stop Kindermisbruik. Die stichting komt op voor de naar schatting 2 miljoen kinderen in landen als India, Thailand en Cambodja, die elke dag weer worden gedwongen tot prostitutie. Het gaat daarbij niet zelden om kinderen die zelfs nog geen puber zijn. Kinderen die soms niet ouder zijn dan 8, 9, 10 jaar. Dagelijks worden zij gedwongen tot seks met tientallen klanten. Je kunt je er eigenlijk niks bij voorstellen. Stop Kindermisbruik voert in samenwerking met de lokale politie reddingsacties uit in bordelen zoals hier in India. Op die manier zijn al veel meisjes gered. Meisjes die onder de meest gruwelijk denkbare omstandigheden, soms jarenlang, tegen hun zin weerzinwekkende vernederingen hebben ondergaan. Stop Kindermisbruik doet er vervolgens alles aan om die kinderen te helpen bij het opbouwen van een nieuw leven. Door ze een onderkomen aan te bieden, een opleiding of hulp bij het opzetten van een eigen zaakje. Ik denk als je er zelf bent geweest en je ziet die meisjes, dat je denkt, als je één meisje, dat is gewoon een heel leven van iemand, weet je wel. Het is niet, oh, we hebben maar 10 meisjes gered, nou, er zijn er 2 miljoen. Nee, het is echt, je spreekt zo'n meisje en je denkt, gelukkig hebben we jou gered. Gelukkig heb jij je leven terug. En dat, ik denk dat je dat ook wel in de beelden terugziet, dat het gewoon ongelooflijk mooi is wat we kunnen doen. Dat je iemand gewoon echt zijn leven terug kan geven. Nou, wat we daar heel, heel wonderlijk vonden, althans wonderlijk, maar niet direct van jou verwacht hadden, dat zelfs de smerigste, gevaarlijkste plekken, waarvan de cameraploeg ook zei, moeten we hier wel echt in? Daarvan zei je, ja, hier moeten wij in. Ja, dus je bent super gemotiveerd om dit op die manier te laten zien. Even kijken naar een klein stukje. Voor Wesley is het ook nieuw, die heeft het ook niet gezien. Er ligt hier alleen maar vuilnis. Het is net zoals op de vuilnisbelt. Het stinkt heel erg. We gaan nu naar binnen. Die kinderen worden allemaal in luiken gestopt. Boven in de kelder of boven op een zolder. En dus alles is leeg ook. Je komt in een bordeel en er zijn geen prostituees. Dus je weet gewoon dat ze ergens verborgen gehouden worden. En dat is ook frustrerend, hè? En dit zijn waarschijnlijk hun kinderen? Ja. Want er worden de kinderen geboren van de prostituees. Meisjes van 14 die baby's hebben. Ja. Het is er niet wat je noemt schoon, hè? Het is bloedheet hier en dit zijn dus de hokjes waar we echt verschrikkelijk. Je ziet de sloten, je ziet aan de buitenkant, dit is het deurtje van een hokje. Dus de sloten zitten niet voor niks aan de buitenkant. Dat is omdat de kinderen niet zelf bepalen wanneer ze er weer uit mogen. Ik maak een hokje open. Nou, dit is hoe het eruit ziet. Het is letterlijk een hokje van nog niet eens 1 bij 2. Schimmel op de muren, sperma overal, bacteriën, noem het maar op. Dan gaat het deurtje dicht en die doen ze van buiten op slot. En die kinderen die komen er pas uit als hun, als zij dat willen. Dit is dus een van die hokjes. Ik kan er niet naar binnen gaan. Hier zitten mensen. Hier zijn weer 4 hokjes naast elkaar. Zo klein. Waar de meisjes dus in verkracht worden. En hier beneden ligt dus gewoon een baby te slapen. En dat is een baby die geboren is uit de verkrachting. Waarschijnlijk van een meisje rond de 14, 15 jaar. De meisjes zijn nu natuurlijk allemaal weggestopt en zijn niet aanwezig omdat we met politie zijn gekomen. Maar de baby ligt er wel en het ruikt hier verschrikkelijk. Het is ontzettend benauwd. Ik denk dat het hier wel 45 graden is. Het is ongelooflijk. Als die pooiers erachter komen dat jij komt filmen en dat jij dus bezig bent met een inval en noem het maar op, dan kunnen ze je gewoon vermoorden of wat aandoen, weet je wel. En daar worden ze niet eens voor gestraft, weet je wel, want dan ben ik een indringer. Dus eigenlijk kon het nooit echt hoe het nu. En nu in één keer hadden we bescherming van politie en er werd meegewerkt. Dus ik had zoiets, kunnen we met een camera naar binnen, dan moeten we alles vastleggen. Want ik kan het nog wel zo vaak vertellen aan mensen, maar als je zelf ziet in wat voor hokjes meisjes vanaf 7 jaar dagelijks verkracht worden, Dan kan je niet anders dan ook wat willen doen. De stichting Stop Kindermisbruik heeft intussen al veel meisjes gered. Meisjes als Mosami zijn wat slachtoffer van wat wij zouden noemen een loverboy. Bombay lekker, kom in mijn lekker. Als ik het dan daar heb, dan daar heb je 5 jaar bij hem lekker.
वो जो ब्रोथल रहता है उसको बोला मेरा दीदी है बोल के बोला ये मेरा दीदी है इसके साथ तुम बैठो मैं बाद में तुम्हारा कपड़ा खरीद के आ रही हूँ बोल के कह आ रहा तब नहीं बाद में उधर मैं जब पूछा मैं नहीं काम एक काम नहीं करूँगी इधर तुम्हारा पति तुमको 50,000 में बेच के गया तुम फोन भी नहीं कर सकते इधर तुमको 5 साल रहना है मैं बोला क्या करने का इधर तो बोला इधर तुमको गंदा काम करने का तो मैं बोला मैं नहीं करूँगी तो बोला नहीं तुमको करना है तो मेरे को बहुत मार धोर किया उसने बहुत टॉर्चर किया टॉर्चर करने के बाद मैं किया वो काम करने एक साल उधर था एक साल रहने के एक साल में मेरा माँ से भी नहीं मिला पर पापा से भी मम्मी से पापा से किससे नहीं मिला मैं एक साल के बाद इधर मेरा एक बड़ी मम्मी मेरे को इधर लेके आई लेके आने के बाद मैं मेरे घर पे फ़ोन किया मेरे मम्मी पापा मेरे को फ़ोन करते हैं मेरे मम्मी पापा मेरे को लेना चाहते हैं मैं घर जाना चाहता Iedere keer wanneer Mosami weigerde om seks te hebben met een klant, werd ze gruwelijk mishandeld. Met een mes werd er in haar arm gesneden. Ze heeft me dus net verteld dat elke keer als ze weigerde te doen wat ze zeiden, dat ze haar arm in haar arm sneden. En je ziet dus dat dat heel vaak is gebeurd.